Aardgas is de energiebron die Nederland de afgelopen decennia heeft voorzien van warmte. Huizen, kantoren, zwembaden en tuinbouwkassen worden verwarmd door de verbranding van aardgas. Dit zorgt voor zo'n 30% van de Nederlandse CO2-uitstoot. Maar het gas raakt op en de CO2-uitstoot moet drastisch verminderen om de opwarming van onze aarde tegen te gaan. Waar zon- en windenergie ons aan duurzame elektriciteit kunnen gaan helpen, is aardwarmte de bron die ons in de toekomst kan voorzien van duurzame en betaalbare warmte. Het principe van aardwarmte is simpel. Iedere 100 meter diepte stijgt de temperatuur met 3 graden. Aardwarmte wordt gewonnen door het warme grondwater omhoog te pompen en na afkoeling weer terug te plaatsen. Visser en Smit Hanap introduceert een nieuwe techniek waarbij aardwarmte van 25 tot 50 graden wordt gewonnen op een diepte tussen de 500 en 1500 meter. Door het plaatsen van lange horizontale filters kan er meer warmte worden onttrokken. Zodoende wordt een rendabele aardwarmtebron gecreëerd. Deze vorm van geothermie is wellicht minder van temperatuur, maar ook minder diep, minder duur, minder risicovol en minder milieubelastend. Voor de realisatie van een LTA-bron gebruikt Visser en Smit Hanap haar nieuwste boorstelling. Deze heeft de mogelijkheid om verticaal, maar ook onder een hoek te boren. Er wordt gestart met het installeren van de conductor. Die isoleert het diepe, zoute formatiewater van het ondiepe, zoete drinkwater. Vervolgens zal een verticale pilotboring worden uitgevoerd om informatie in te winnen over de ondergrond. Hiermee wordt een groot deel van de geologische onzekerheid weggenomen. Het verticale boorgat wordt gedeeltelijk opgevuld, waarna gestart wordt met de boring van de warmteput. Onder een hoek van ongeveer 45 graden zal de boring net boven de zandlaag gestopt worden. De casing van de put wordt geïnstalleerd en daarna gecementeerd. Na het uitharden van het cement wordt de gestuurde boring hervat. De boorlijn zal verder afbuigen totdat deze bijna horizontaal loopt. Vervolgens wordt een horizontale sectie van enkele honderden meters lang geboord. Deze sectie ligt volledig in de zandlaag. Door het toepassen van de juiste boorvloeistof kan het horizontale boorgat tijdelijk open worden gehouden. Binnen deze tijd wordt de boorkop teruggetrokken en een filter geplaatst over de horizontale geboorde sectie. Wanneer de filter is geïnstalleerd, wordt de bron schoongemaakt. Bij dit proces worden de resten boorvloeistof uit de zandlaag verwijderd. De warmteput is gerealiseerd. Nu kan worden gestart met de koude put. De filters moeten ver genoeg uit elkaar worden geplaatst om beïnvloeding te voorkomen. De boorstelling laat hier zijn toegevoegde waarde zien. Door de stelling te verdraaien kan worden gestart onder een hoek, waardoor het niet noodzakelijk is om de boorstelling te verplaatsen. Dit bespaart kosten, tijd en ruimte die benodigd is voor de boring. De bron is gerealiseerd en de aardwarmte kan worden gewonnen. Door het toepassen van een warmtewisselaar wordt de aardwarmte overgebracht op een tweede warmtekring. Bij het overbrengen van de warmte komt het grondwater niet in aanraking met de omgeving. Eventuele opgeloste gassen en andere stoffen zullen hierdoor niet vrijkomen. Een warmtepomp kan worden ingezet om de temperatuur te verhogen naar de temperatuur van het reeds gebruikte verwarmingssysteem. Zodoende kan een woonwijk, kantoorgebouw, zwembad of kas worden verwarmd door middel van lage temperatuur aardwarmte. Met lage temperatuur aardwarmte introduceert Visser en Smit Hanap een nieuwe aardwarmtetechniek. LTA biedt de mogelijkheid om af te stappen van aardgas en aan te sluiten op lokale en duurzame aardwarmte en daarmee bij te dragen aan een verdere terugdringing van de CO2-uitstoot.